uitsprong is toch wel de humor die erin zat. Terwijl het hele serieuze thematieken zijn. Mooie boodschappen die erin zitten. De struggle die iedereen op enig moment wel in zijn of haar leven heeft. Misschien niet per se op relatiegebied, maar je kan het altijd wel ergens aan relateren. I loved it. Het is echt waanzinnig scherp en grappig en integer gespeeld. Dus het spel was echt mindblowing. Ik vond de voorstelling echt prachtig. Echt super goed geacteerd. Heel grappig ook. En vooral het einde is prachtig. Super mooi. Echt heel mooi. Wat bij het vetste en het meest opvallende van de avond was de samenspel tussen de acteurs. Dus hoe zij elkaar inspelen, hoe ze naar elkaar kijken, hoe ze bewegen. Ik dacht van, oh ja, dit is echt mindblowing. Dat je met zo weinig mensen zoveel kunt zeggen. En het hele mooie is dat het nu ook echt geconcentreerd is op de tekst en op het spel zelf, daar waar het over gaat. De dubbele bodem van de tragiek en de komedie, dat vond ik fantastisch. Eigenlijk een heel tragisch en moeilijk verhaal, om het zo maar te zeggen. Maar toch volop gelachen. Ik vond het gewoon een helemaal geweldige voorstelling. Het is toch een heel zwaar beladen onderwerp, terwijl er toch heel veel gelachen is. We'll be right back.